Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos heeft gisteren op de persconferentie over de resolutie van de president om het 8 december proces te beëindigen, niets heel gelaten van de rechterlijke macht. Door de amnestiewet van 2012 terzijde te leggen, kon het 8 december strafproces waarin president Desi Bouterse de hoofdverdachte is, worden voortgezet. De resolutie is op basis van artikel 148 van de grondwet, waarbij bevelen zijn gegeven aan de procureur-generaal om in het belang van de staatsveiligheid de vervolging in het strafproces per onmiddellijk te beëindigen. Intussen heeft auditeur-militair Roy Elgin het bevel van de PG aan de krijgsraad voorgehouden. In de brief aan de krijgsraad geeft de PG aan dat opdracht is ontvangen van president Bouterse en de vervolging van de gebeurtenissen van 7, 8 en 9 december 1982 met onmiddellijke ingang moet worden beëindigd. Minister Silos zegt dat de rechterlijke macht door haar handelen de grondwet heeft vertrapt en daardoor de staat in gevaar heeft gebracht. En dan valt het onder dat abstracte begrip staatsveiligheid. Daar is de staat in gevaar. Je moet echt niet denken aan schieten. Dat kan ook het gevolg zijn. En dat komt er ook achteraan. Als deze situatie zo doorgaat, geloof me, het kan een wortel zijn van burgeroorlog. En weet je waarom? Laten we realistisch zijn. Ik heb niet voor niemand al verwezen naar de grootste politieke partij. Niet voor niemand al. En ik wil eigenlijk niet herhalen wat mijn gedachten waren op dat moment. Maar ik denk dat je het kunt aanvoelen. Als er zoveel onrechtvaardigheid is, dat artikel 8 van de grondwet niet van toepasselijk is op de voorzitter, laat me gewoon zeggen, de voorzitter van een politieke partij. Wat denk je dat die achterban van die politieke partij doet op den duur, als dat maar voortgaat? Dat moet je kunnen overzien. Silos hoopt dat haar inzichten niet worden vertaald als intimidatie. Door de situatie die is ontstaan, mede door het vonnis, heeft de regering geconstateerd dat de staatsveiligheid in gevaar is. Zij zal daarom een aantal wetten in place brengen om zaken te ordenen, zegt Van Dijk-Silos. Wat zeker geregeld moet worden, is de verhouding in de uitvoerende macht op basis van de grondwet, zegt de bewindsvrouw. Het eerste wat ik zei toen ik pas minister was, geloof 3 dagen minister, ik wil een wet hebben vrij gauw over de verhouding tussen de machten. Omdat ik als jurist, vooral als docent op de universiteit wetenschapper, al vrij vroeg inzicht had in wat er gebeurde. Snap je? Met die rechtsontwikkeling enzovoort. Ik daar ook voor. Dus het eerste wat ik zei, er moet een wet komen dat harmoniseert. Zo heb ik het genoemd. En ik hoop dat de actoren mij nu begrepen. En ik ga er nu voor, want dit is manifest voor het feit dat die wet er is. En dit zo'n situatie dat de rechterlijke macht begint te rollen, uitvoerende macht houdt misschien ook, wetgevende ook, moeten we niet meer hebben. Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos. Ze sprak gistermiddag op een persconferentie op het kabinet van de president. De ontmoeting met de media was naar aanleiding van de resolutie van de president om een eind te maken aan het 8 december strafproces. Krijgsraadpresident Cynthia Falstein-Montnor heeft de zitting gisteren verdaagd naar 5 augustus. Ze zal dan aangeven of de raad wel of niet meegaat met het verzoek van de president via de PG Roy Bajnaj Pandey om het 8 december proces te beëindigen.